vandaag ga ik een review met jullie doen en wel een video vorm. Ik heb van Magimix deze Le Duo Plus sapcentrifuge gekregen. En ik wil hem nu op film met jullie uitproberen. Dit is dus de eerste keer dat ik hem ga gebruiken, dus dan kan je meteen zien hoe het echt werkt. Magimix heeft die sapcentrifuge in 3 varianten. Je hebt de gewone die alleen juices maakt. Je hebt de Duo Plus, dat is degene die ik heb. Daar kan je ook smoothies mee maken en juices. En dan heb je ook nog een variant die ook groentes kan slijzen. Maar ja, daarvoor heb ik al mijn food processor. Dus ik ga vandaag even wat lekkere receptjes uitproberen en kijken hoe die werkt. De Magimix Le Duo Plus bestaat uit verschillende onderdelen. Dit is het juice gedeelte. Groente en fruit gaat via de vulopening naar binnen. En door de enorme snelheid drukt het eigenlijk tegen de wanden aan, waardoor het sap eruit perst. Zo. En als je dan smoothies wil maken, dan heb je nog deze speciale schraper. Die alle pulp echt langs de wanden schraapt. Dit is de vulopening. Die zet je erop. En die klik je vast. Het handige van dit apparaat is als het niet vastgeklikt is, en dat is ook zo met de Magimix Patissier, doet hij niks. Dus dat is ook een soort van extra veiligheidswaarschuwing. En dan heb je nog een grote stamper waarmee je het fruit zo in de pers duwt. Naast dat het een sapcentrifuge is, is het ook een citruspers. Met 2 verschillende koppen. Dus 1 grote voor grote vruchten. En een kleintje voor bijvoorbeeld citroen en limoen. Het is heel simpel. Je schuift deze er zo op. Tot de klik. Dan zet je hier de pers op. En met de klep klem je hem dicht. Dus doe dat niet met je handen. Zoals je dat misschien gewend bent van die andere citruspersjes. Het bedieningspaneel is verder heel simpel. Aanknoppen. En een uitknop. Hij blijft nog wel eventjes nadrukken, dus zet er wel even een bakje onder. Schoonmaken is wel even een dingetje. Je ziet dat al die pulp aan de buitenkant zit. Maar met die schraper die erbij zit, kan je dat heel makkelijk weghalen. En dan blijft er eigenlijk best wel weinig achter in de randen. En dat spoel je er dan zo van af. En om deze kom schoon te maken, duw je hem eigenlijk als het ware naar links. En dan haal je hem er zo af. En dan kan je dit ook afspoelen. En dit kan je gewoon met een doekje afnemen. En dit is dan de aardbeien smoothie. Oh, die is echt heel lekker. Grappig dat eigenlijk in 1 apparaat dat je en dikke smoothies kan maken. En gladde juices. Nog even de voor- en tegens op een rijtje. Magimix is een heel goed merk wat ook in de professionele keuken veel gebruikt wordt. Daarnaast vind ik het design heel erg mooi. Het past precies bij mijn oventjes. En het voordeel van Le Duo Plus is dat je dus en smoothies, dikke smoothies kan maken en gladde juices. Er komt veel rendement uit, dus je krijgt echt veel sap. Uit dat ene glas bietensap bestond uit 2 bieten en 1 appel en je hebt echt zo'n glas vol. Dat hij zo krachtig is, dat blijkt ook wel dat hij die bieten met schil gewoon kan persen. Hij begint wel op den duur een klein beetje te trillen, maar dat is ook niet gek als je ziet hoeveel kracht ermee gepaard gaat. Je moet er wel even de tijd voor nemen als je gaat juicen. Ik zou zeggen, ga gewoon 1 keer in de week een hele lading maken, vries het desnoods in, dat kan heel goed met juices. En ga gewoon aan de lopende band sappen maken.
Want het is wel even een dingetje om het schoon te maken. Op zich ging het vrij gemakkelijk om de pulp eruit te halen. Maar toch, alles komt wel een beetje onder de sap te zitten. En ja, je moet wel even je best doen om het goed schoon te maken. Het kan wel in de vaatwasser, want dat vind ik zelf persoonlijk zonde van zo'n mooi apparaat. Nou, ik heb dus de Maggi Mix Le Duo Plus Extra Large. En deze die is te koop vanaf €269 bij keukenspeciaalzaken, maar ook bij bijvoorbeeld bol.com, Bekamp en andere grote partijen. Ik ga nog even verder. Ik ga nog even wat lekkere juice voor de hele week maken. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik zal binnenkort even mijn 3 favoriete receptjes delen op mijn blog. Doei!